In de 19e en aan het begin van de 20e eeuw bracht Zeeland enkele beroemde wetenschappers voort. De meteoroloog Buys Ballot bijvoorbeeld, de natuurkundige Pieter Zeeman en de ingenieur Johannes de Rijke. Maar de bekendste naam is Johan Hendrik van Dale van het Woordenboek. Hier staan onze woordenboeken en je ziet dat de Van Dales nog steeds het meest voorkomen aan die paarse woordenboeken. De Van Dale is nog steeds het best verkochte woordenboek, ondanks dat de verkoop van woordenboeken wel terugloopt, omdat je ook nu Van Dale online kunt vinden. Johan Hendrik van Dale werd in 1828 geboren in Sluis. In deze stad werd hij ruim 25 jaar later aangesteld als hoofdonderwijzer aan de openbare school en hij schreef hier historische werken. Hij heeft zich vlak na zijn huwelijk bekwaamd in het publiceren van allerlei werken over Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland en later heeft hij dat nog overstegen. Bijvoorbeeld met dit boek, de bijdrage tot de oudheidkunde en geschiedenis in het bijzonder van Zeeuws-Vlaanderen, maar niet uitsluitend. En ik geloof dat we hier op de plek staan waar hij zelf nog gewerkt heeft. Dit is de plaats van het oude gemeente- of stadsarchief van Sluis. Want naast zijn officiële werk als onderwijzer werd hij ook nog eens de archivaris van Sluis. In 1867 kreeg hij het verzoek om de eerste druk van het Nieuw Woordenboek der Nederlandse Taal uit 1864 van de gebroeders Kalis te herzien. Van Dale nam deze taak zeer serieus, dacht na over de behoeftes in het onderwijs en ontwikkelde een compleet nieuwe manier van een woord omschrijven. De oude woordenboeken hebben over het algemeen hebben we te maken met de restanten van vertaalwoordenboeken. Dus wat je daar vindt bij de woorden als verklaring is een synoniem. Wat hij doet is een soort analytische definitie geven. Hij zegt, dit is een woord, wat bijvoorbeeld het woord tafel. Hij zegt daarvan, dat is een meubelstuk bijvoorbeeld. En vervolgens geeft hij aan wat voor een soort meubelstuk is. Dus hij zegt ervan met een plat vlak, vier poten enzovoorts. Dus hij geeft gedetailleerdere informatie. Hij geeft eigenlijk de distinctieve kenmerken waardoor een woord zich onderscheidt van een ander woord. Toen de eerste afleveringen al verschenen waren en de klus bijna klaar was, overleed Van Dale op 44-jarige leeftijd aan de pokken. Zijn leerling Jan Manhaven voltooide het werk en redigeerde de volgende drukken. Maar nog steeds is 2/3 van de inhoud van de jongste druk van het woordenboek het werk van Van Dale en draagt het terecht nog steeds zijn naam. De grootste roem voor Van Dale is dat de naam Van Dale geworden is tot een soortnaam. Pak even je Van Dale uit de kast, betekent pak je woordenboek. Dat is de grote verdienste voor Van Dale. Pieter Zeeman was nog een jongetje toen Van Dale overleed. Hij promoveerde in 1893 in Leiden en kreeg in 1902 met zijn docent Lorentz de Nobelprijs voor de natuurkunde voor de ontdekking van het Zeeman-effect. Een zeer ingewikkeld verschijnsel dat te maken heeft met de invloed van een magnetisch veld op licht. Maar veel interessanter is misschien nog wel dat het Zeeman-effect geleid heeft tot heel veel kennis over atomen. En dan met name over het gedrag van elektronen in de atomen. En je zou dus kunnen zeggen dat het Zeeman-effect een onmisbare schakel is gebleken in een hele reeks van ontwikkelingen en ontdekkingen die uiteindelijk geleid hebben tot de wereld zoals we die nu kennen, met al onze moderne technologieën. Zeeman werkte ook samen met Albert Einstein. En voor zijn geboortehuis in Zonnemere staat sinds 1950 een bronzen borstbeeld van hem. En in Kloetingen hangt in het dorpscentrum een plaquette aan een gevel van de daar in 1817 geboren Christophorus Buys Ballot. Deze natuurkundige, scheikundige en meteoroloog was de oprichter en eerste directeur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, het KNMI. Hij verrichtte onder andere baanbrekend werk met internationale normalisering van waarnemingen, zodat weerkundige verschijnselen in groter verband bestudeerd konden worden. Johannes de Rijke wordt in zijn geboortedorp Colijnsplaat vereerd met een standbeeld en een borstbeeld. In 2000 geschonken door Japan.
Als ingenieur legde hij rond 1870 in het land van de reizende zon de grondslag van het wetenschappelijk waterbeheer en maakte Japanse rivieren geschikt voor de scheepvaart. De rijke wordt ook in Japan nog altijd geëerd. En zo bracht Zeeland aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw een indrukwekkend rijtje wetenschappers voort. En daarvan is Johan Hendrik van Dalen veruit de bekendste. Ook hij wordt geëerd in zijn geboortestad. In Sluis staat sinds 1924 zijn borstbeeld.